Avec plaisir, je vous présente mon staff technique. Tom van Oemschout, assistent-trainer van Fietje Mazou. Ik ben vooral bezig met de trainingen voor een groot stuk uit te werken. Een heel deel van de trainingen te geven. En ook ondersteunend te zijn naar de trainer toe in zijn tactische vormen. Dennis Dessert, assistent-trainer Fietje Mazou. Functie training, voorbereiding, wedstrijdvoorbereiding. En de coach zo goed mogelijk assisteren. Domenico Olivieri, assistent-trainer van Fietje Mazou. De staf is nogal vernieuwd, dus dan ben ik ook de persoon die die mensen probeert op te vangen en te helpen. En dan een belangrijke taak is ook nog dat ik de link ben naar de jeugd toe, dus naar belofte toe en aan de eerste ploeg. Ruben Peters, fysiektrainer, verantwoordelijk voor het conditionele aspect binnen het voetbal. Door middel van specifieke monitoring, dus het registreren van de gegevens van de spelers, proberen wij de speler op een verantwoorde manier op naar een hoger niveau te krijgen. Guy Martens, doelmantrainer. Mijn taak is om de doelmannen proberen beter te maken. Ze grondig voorbereiden voor de wedstrijden en diegenen wat geen wedstrijden spelen, toch proberen scherp te houden voor het geval dat ze zouden moeten invallen. Sandro Salamon, videoanalist. De eerste ding is om de coach te brieven en daarna we zullen een theorie maken en een presentatie maken van de beelden, zwakste punt en beste punt van de opponent. Peter Persoons, videoanalist. Samen met Sandro analyseren wij de toekomstige tegenstander. Ook zorgen we ervoor dat de coach tijdens de rust en na de wedstrijd onmiddellijk de belangrijkste clips kan bekijken. Ik ben ook verantwoordelijk voor de databank. Dat wil zeggen dat elke speler een paar uur na de wedstrijd zowel individueel als collectief zijn eigen beelden kan zien. En dat hij ook de beelden van zijn toekomstige tegenstander kan zien.